Hey allemaal en welkom terug bij een nieuwe video. Vandaag ga ik een speciaal verhaaltje vertellen wat mij vroeger is gebeurd. En inderdaad, ik draag een bril. Dus geef alvast dat blauwe duimpje omhoog en let's go. We gaan trouwens Black Ops 2 spelen, ik heb geen Black Ops 3. Voor de mensen die het nog steeds afvragen, ik heb geen Black Ops 3. Ik ga het ook niet kopen. Black Ops 2 is goed genoeg. Ik speel niet zoveel Call of Duty, dus let's go. Jemen. Deze map vind ik eigenlijk een van de mooiste van Call of Duty. Ja, maar het mag anders ook blijven laden. Allee, ik zeg niet dat dat niet mag, hè, maar... Oké, nu duurt het eigenlijk wel heel lang. What the fuck. Ik heb echt slechte klas. Ah, deze shotgun of niet dan. Dus, om te beginnen met mijn verhaal. Ik heb vroeger een soort van epilepsieaanval gehad. Voor de mensen die niet weten wat epilepsie is. Dat is eigenlijk als je heel veel kleurtjes ziet in heel veel bewegende kleuren. Dus bijvoorbeeld op een feestje, zo van die... Allemaal spotlights. Wel, daarvan kunnen mensen epileptische aanvallen krijgen. Indien zij er dat hebben. Dus dat is iets met de ogen maken. Ik weet ook niet juist hoe dat helemaal zit. Maar zwart, ik heb dat dus niet van zo'n lichte. Maar ik had dat van, en nu gaat het komen, van een Nintendo DS. Eindelijk een kill, what the hell. Dat duurde even. Maar dus, ik had dat dus van een Nintendo DS. Ik heb een Nintendo DS aangekocht toen ik weet niet, volgens mij was ik 13 jaar of zo. Na een tijdje begon ik... redelijk wat hoofdpijn te krijgen nadat ik hem op een DS heb gespeeld. Vaak, als ik er uren een beetje naar had gekeken, dan was dat echt helemaal om zeep. Dan had ik echt hoofdpijn tot en met. Ik begon ineens 's nachts wakker te worden en ik begon over te geven zonder dat ik wist. En hiervan wist ik allemaal niks, hè. Het was eigenlijk een soort van slaapwandelen, alleen. Dus, eigenlijk, dat wist eerst niet aan wat dat allemaal lag. En wij hebben eigenlijk gekeken naar wat ik eigenlijk allemaal deed in een dag. Ik zat ook veel achter de computer, maar van de computer kon dat niet zijn, want dan zou dat van de jaren ervoor ook zijn. En nu bijvoorbeeld ook. Eigenlijk het enige wat kon zijn, was eigenlijk die Nintendo DS. En wij denken, want als je naar een Nintendo DS, dat heeft een bepaald scherm. Als je zo'n beetje schuin op kijkt, dat heeft zo allemaal van die kleuren dingen. Ik weet niet hoe ik dat moet omschrijven, maar dat lijkt precies allemaal op een regenboog. En dat is dan ook nog eens met twee, want je hebt dat schermpje waar je met je stylus op moet gaan. En ook nog eens van boven waar je kunt kijken. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb mijn Nintendo DS te koop gezet. En uiteindelijk toen dat die verkocht was, had ik het totaal niet meer. Ik had niks meer voor gehad. Op zich vind ik het spijtig dat ik dat heb gehad van Nintendo DS, want ik speelde er graag op natuurlijk. En ik word genaaid. Eigenlijk 100% zeker, we zijn me echt nooit geweest dat door een Nintendo DS kwam. Sindsdien heb ik eigenlijk echt nooit meer een Nintendo DS aangeraakt, omdat ik echt schrik heb dat dat gewoon terugkomt. Want er is epilepsie in de familie geweest, dus het enige wat ik nu vaak heb als ik achter de pc zit is heel snel migraine. Dat kan er misschien een beetje aan liggen. Oh, en we hebben gewonnen. Lang geleden dat ik nog Black Ops 2 heb gespeeld. Maar hebben jullie misschien ook zoiets voor gehad? Laat het mij weten, Nintendo DS of zo, als jullie er misschien ook zoiets hebben voor gehad. Dat is natuurlijk niet om Nintendo DS af te kraken, dit is ook niet gesponsord of zo, omdat ik dat zoveel heb vermeld. Was het maar. Maar ja, dat is dus mij overkomen vroeger met Nintendo DS. Ik dacht, leuk verhaaltje, kan ik wel eens delen in een video. En dan heb ik ook nog eens Black Ops 2 gespeeld op mijn kanaal. Let's go. En trouwens, ik draag ook een bril om... Zeg jij nog eens negatief, want dat is massief. Shut up. Ik draag een bril omdat ik dat normaal moet dragen, maar ik draag die eigenlijk niet zoveel, dus ik dacht, ik draag het eens in de video, dan weten jullie dat ook, dat ik dat draag. Blauw duimpje als je het leuk vond, en dan zie ik jullie bij de volgende video. Ciao. It's Dennis, for fuck's sake.